Vandaag hebben we de Winter Desert Trail georganiseerd. Dat is een rit voor paarden dwars door de kale duinen heen om het zand weer los te kunnen krijgen. Omdat het erg koud is geweest, dan zit er veel stikstof in de lucht. En daardoor gaan de mossen groeien op de stuifduinen. En dat moet voorkomen worden, anders raakt het zand op de kale duinen begroeid en kan het uiteindelijk bos worden. Studenten van het AOC Terra bedenken een oplossing. Ze nodigen 65 ruiters uit die de mossen los moeten maken. Zodat straks de duinen weer helemaal gaan stuiven en dat dit een levend stuifzandgebied blijft. Een goede manier dus om het beschermde Natura 2000 gebied in stand te houden. De ruiters werken met alle liefde mee, want rijden op de kale duinen is een unieke kans. Omdat je hier gewoon mag galopperen en zo en je hoeft niet op paden te letten. Je kan gewoon overal heen, dus dat is wel leuk. En hoe vindt je paard het? Vast wel leuk, want hij blijft wel galopperen. Ik rij hier heel vaak in dit gebied, maar dan moet je altijd op de vaste routes blijven. En je mag nooit in de kale duinen komen en dat is wel heel erg leuk. Het is trouwens niet alleen galopperen en lopen over het zand. Op de kale duinen is ook een puzzeltocht uitgezet. Ligt op de grens van de stuifduinen en de heide. Ligt op de grens van hoog- en laagwater. Of ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Is dit nou moeilijk, zo'n puzzeltocht op je paard? Soms willen ze niet stil blijven staan bij de vragen, maar verder lukt het wel. Staatsbosbeheer is aan het eind van de dag erg tevreden met het eindresultaat en wil de paarden voortaan één keer per jaar laten ronddraven.